zijn ze bang voor schaar, hè? Nee, naar voren weer getimmerd. Ik neem aan dat ze ook op vakantie zijn op kermis. Goedendag allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe review hier op Extreme Rides. Ik ben op weg naar Volendam, ik zit op een bootje, we varen daar naartoe vandaag. Je kunt het daar zien liggen, even kijken daar. Als je heel goed kijkt zie je het reuzenrad, de Booster en Around the World alvast staan. Natuurlijk bekend hè, Volendam van Jantje Shit. Ja, laatst eentje voor de deur gescheten daar. Volendam is een kerk dat ik al jarenlang wil doen, want het schijnt echt ontzettend te leven hier in de stad. Dorp, het is een dorp volgens mij. Echt alle winkels zijn dicht, iedereen is vroeg vrij, alles gaat naar die kermis. Dus ik verwacht een hele drukke kermis daar. En ik neem jullie gewoon mee een rondje over die kermis. Dus ik moet nog verwachten dat ik eraan gekomen ben. Het duurt nog 30 minuutjes, dus ik ga even genieten van het zonnetje hier op het water. Het is heel gezellig in de haven van Volendam, dames en heren. Ik zou zeggen, welkom in Volendam. Maar ja, dat is eigenlijk overal wel. Voor de meeste wordt kermis ook gewoon in de kroeg gevierd. Maar die kermis hier, die loopt ook goed. En wat meteen opvallend is, is dat gewoon in een normale straat staat. Gewoon in een woonwijk, zeg maar. Ook apart. Maar klus gezellig. Ik neem aan dat ze ook op vakantie zijn op de kermis. De laatste power dancer staat nog een minicars en ook hier is afgeladen vol. Het is inderdaad een hele drukke kermis hier. Weet je, ben gelijk bij met Leiden, waar het naast komt. Hier leeft kermis terecht in dit dorp. Dan houdt de kermis in één keer op. Dat komt omdat hier water ligt. Maar daarachter zie ik het reuzenrad al staan, dames en heren. We gaan het bruggetje over richting het reuzenrad. En dat reuzenrad, dames en heren, staat op een groot plein. Ik neem aan dat dit ook zeg maar, het hoofdplein is van de kermis. Waar alle overige zaken staan. Dit reuzenradje hebben we eerder gezien op Tilburg gelopen. Skyclub heet die, is van Lambrink. Mooi dingetje. Helemaal naar ledverlichting. En hiervoor staat de Jampa. Of tegenwoordig skate jumper, maar er zijn gewoon nog jump op de machine. Die restone die ze gedaan hebben, vind ik persoonlijk niet echt heel erg mooi, moet ik bekennen. Maar de originele molen vanuit de link vond ik al belachelijk mooi. Ja, wat mij betreft moet die niet eens aangepast te worden, maar ja, goed. Hier staat ook een mooie swingbob. Een hele mooie machine.
10 meter slijt dat celtje hebben. Ik heb hem eigenlijk nooit meer gezien zonder dat celtje. Ja, dat heb je ook wel nodig. Daar staan we behoorlijk snel weer aan. Zien, dames en heren, bijna die hebben het gezien, maar nee.
zeggen, ze hadden niet zoveel gezegd hoor. Dit is echt een super kermis qua sfeer hier in Volendam. Kermis leeft hier echt. Bedrijven die vroeger dicht gaan voor de kermis. Mensen die gewoon vrij nemen. Iedereen bezopen. Je kanaal is geweldig. Mijn kanaal is dan kijk bedoel ik. Ook van Volendam. Ja. Ik zit net een paar weer in je hond. Zeker hoe gezellig het hier is. Hoe fijne kermis, hoe gezellig volk het is. Ja toch? Een super kermis. Ja. Nee, Volendam echt een van de top kermis van Nederland jongens. Ik ga door naar de volgende review. Ik spreek jullie in de Rodelbaan. Of op mijn kermis weer. Of zwembad of pretpark of weet ik van waar. Tot de volgende keer. Hoi.